Ines Pané is door president Jan Santokki formeel beëdigd als de nieuwe minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Zij is voorgedragen door de ABOP-PL. Urakit Ramselen zal 2 dagen zonder portefeuille moeten rondlopen. Hij kan pas woensdag overnemen van minister Albert Jubitana. De president merkte op dat soms in het team van bewindsvoerders aanpassingen verricht moeten worden. Dit moet op wel overwogen gronden plaatsvinden. In het belang van het land is besloten, Pané, om de aanpassing op het departement te plegen. Ik begin vandaag met een speciaal woord van welkom aan mevrouw Ines Pané, de net beëdigde minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Ik heet ook haar ouders en overige familieleden welkom bij deze bijzondere plechtigheid. Geachte aanwezigen, in het bestuur van het land dat gericht is op duurzame economische en maatschappelijke ontwikkeling, moet soms ook in het team van bewindvoerders aanpassing gepleegd worden. Dat moet echter geen gewoonte worden en het moet op weloverwogen gronden ook plaatsvinden. Ik heb gemeend, na beraad en intensief overleg, tot deze aanpassing over te gaan in het belang van het land en met name het volk. Uiteindelijk dient deze regering het welzijn van het volk van Suriname. En wij moeten uit hoofde van deze hoofdmotivatie van regeren ook de durf hebben om daar waar nodig in beleid en bemensing noodzakelijke aanpassingen te plegen. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om de vertrekkende minister bij Sociale Zaken, de heer Ramsaran, te bedanken voor zijn bijdrage in dit regeerteam, met name in relatie tot het portfolio van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Belangrijke beleidsrichtingen en initiatieven zijn ontwikkeld onder uw leiding en daarvoor zijn u dankbaar. Maar minister, u gaat nog niet vertrekken uit het kabinet en er wordt een traject uitgezet, namelijk dat u belast zult worden met een ander portfolio, namelijk het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, het ministerie van TCT. En in dit kader bedank ik ook de minister van Jubitana, nu al in deze setting, voor wat hij verricht heeft, maar daaromtrent krijgt u nog een officiële bekendmaking met betrekking tot de overdracht aanstaande woensdag. Dames en heren, geachte aanwezigen, wij wensen de nieuwbakken minister veel succes toe. Veel sterkte, maar zeker veel steun van de Almachtige. En ben bijzonder blij dat u heeft laten bijstaan door uw geestelijke adviseur, want dat zult u nodig hebben bij de uitvoering van het werk dat in de komende periode bijzondere aandacht zal vereisen. Minister, ik zal persoonlijk de uitvoering van het beleid met u uitvoeren, coördineren en monitoren. Met name het sociaal programma dat veel aandacht gekregen heeft, ook internationale aandacht, met name ook van het IMF, zal gecoördineerd worden door een technisch team van deskundigen. En ik verwacht een nationale attitude en inspanning voor wat betreft de voorzieningen aan hulpbehoeftigen, aan onze speciale doelgroepen in de samenleving. Verschillende initiatieven voor sociale en commerciële woninbouwprojecten staan gereed om in uitvoering te worden gebracht. Ook hier verwacht ik daadkracht en een efficiënte aanpak van het sociaal programma dat veel breder zal worden uitgevoerd dan tot op dit moment. Vertraging in de uitvoering zal niet getolereerd worden, omdat we al voldoende
vertraging al gehad hebben. Er is morgen, zal het eerste overleg zijn met mij en u minister en het technisch team op mijn kabinet. Graag te aanwezigen. We zijn goed op weg om de doelen die gesteld waren aan het begin van deze regeerperiode te realiseren. We zijn goed op weg om een beter en gezonder Suriname neer te zetten, waarop met succes een solide economie en samenleving gebouwd kan worden. Uiteraard, daarvoor moeten we ook heel eerlijk zijn, hebben we niet alles in die mate nog kunnen realiseren. Er zijn ook fouten gemaakt en van die fouten hebben wij ook geleerd. Dit is inherent aan het regeren. Daar waar er gewerkt wordt, ontkom je er ook niet aan te accepteren dat fouten gemaakt worden. Deze ombuiging is dan ook niet zomaar gekomen. De uitvoering van het voorgenomen hervormingsprogramma, dat moet leiden tot verbeterde economische en sociale positie van elke Surinamer, is door omstandigheden buiten ons om enigszins vertraagd. Deze vanwege het trage herstel van de economie na de COVID-19-crisis, deze vanwege de effecten van de oorlog in Oost-Europa en voor een belangrijk deel ook vanwege de hoge schuldenlast en het herstructureringstraject dat langer geduurd heeft dan gepland. We mogen echter tevreden zijn over de bereikte resultaten. Ja, daarover mogen we best tevreden zijn, gelet op de omstandigheden waaronder deze resultaten ook zijn bereikt. Namelijk, de staatsfinanciën zijn onder controle nu. De monetaire reserve is toegenomen. Het schuldenportfolio van enkele miljarden is zo goed als geherstructureerd. Er is weer sprake van economische groei. De koers toont een hoge mate van stabiliteit en zelf daalt verder. De inflatie wordt langzaam maar zeker lager, hetgeen een positief effect zal hebben op de prijzen van goederen en diensten. Ja. We mogen ook als positief ervaren onze internationale positie, waar wij nu als respectabel land worden gezien en als zodanig participeren in een internationaal fora. Ja, onze credit rating is met sprongen omhoog gegaan dankzij onze inspanningen van de afgelopen jaren van het herstel van onze economie. We zien ook onder andere als gevolg hiervan de enorme belangstelling om in Suriname te investeren en de bereidheid om alvast onze economie en ons sociaal systeem te ondersteunen met schenkingen, technische bijstand en ook leningen tegen zeer goede condities. Verschillende gemeenschapsprojecten en infrastructurele verbeteringen zijn uitgevoerd. Weliswaar met beperkte middelen, maar, mijn mensen, de toekomstperspectieven zien er heel gunstig uit. De leefbaarheid in de verschillende districten is ook sterk verbeterd. Onze inspanningen, zoals ik verschillende malen reeds heb aangegeven, richten nu om op basis van dit macro-economische en het buitenlands beleid deze progressie te vertalen in concrete ondersteuning naar het volk van Suriname toe. Het volk dat offers heeft gebracht. Het volk dat geduldig heeft gewacht en de moeilijke, maar noodzakelijke maatregelen heeft moeten doorstaan. Onze energie als regering zal thans medegericht zijn op de versterking van de koopkracht en het netto besteedbaar vermogen van elke burger. Ondersteuning aan sociaal behoeftigen en de speciale doelgroepen ter zake. Prioriteiten zullen hebben zeker de veiligheid, met name de burgerveiligheid, onderwijs en volksgezondheid, prijsbeheersing, maar met name het brengen van goedkope producten
voor de samenleving. Woningbouw en gronduitgifte en natuurlijk een rechtvaardiger grondbeleid. Deze zijn de prioriteiten voor onze tweede helft, wat we afgesproken hebben. En die zullen met meer intensiteit de komende periode worden aangepakt. Het is ook in dit kader dat de wijziging in de politieke leiding van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting plaatsvindt. Ik wens niet anders te zien dan een nationale opstelling bij de uitvoering van de verschillende afgesproken sociale programma's, zodat elke Surinamer, waar dan ook, die daar recht op heeft, ook aanspraak daarop maakt. Ik wens de minister alle succes toe. Hoge productiviteit en daadkracht. Bij twijfel trekt u aan de bel en neemt u advies en raadpleegt u de leiding van de regering. Altijd. De president is er, de vicepresident is er, uw collega's zijn er. U bent onderdeel van een goed op elkaar ingespeelde ministersteam en u kunt zeker ook op steun van dit team rekenen. Dames en heren, op basis van het goede werk dat tot nog toe is gedaan, heb ik het volste vertrouwen dat wij met z'n allen ons geliefd Suriname weer naar grotere hoogten kunnen brengen. En die mogelijkheden zijn er. We hebben een stevige basis al gelegd. We hebben een sterk fundament al ontwikkeld. En nu bouwen we hierop naar een prachtig Suriname. En laten we dus met goede hoop een positieve en constructieve opstelling en met het geloof in eigen kunnen onze eigen toekomst inrichten. Het is aan ons en niemand anders om deze doelen te realiseren voor ons, maar ook voor onze nazaten. Minister, nogmaals gefeliciteerd. Veel succes en mogen de Almachtige u bijstaan bij de uitvoering van de taken op het ministerie van Sociale Zaken, maar ook uw taken die onderdeel zijn van het totale regeerbeleid. Veel succes, gefeliciteerd en may God bless you all. Thank you.